Hallo, kijk zo lief tegen. Ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hallo. Nou, Ido, vertel eens, wat hebben we de vorige aflevering eigenlijk allemaal gedaan? Dom gezwets, dom lopen lullen, geld uitgegeven en geld verdiend. Ja, nee, precies, duidelijk. Heel niks meer aan het doen dus. Ah, prima. Ja, wat gaan we deze aflevering doen? Geen idee. Dom lullen, dom zwetsen. En geld in en uitgeven. Ja, precies. En suikerspinnen eten. Die denkt alleen niet echt te hachelen, maar... Ik vind die krengen gewoon smerig. Ja. Ze zijn een beetje... Ze zijn... Wacht. Ik kom hier iemand tegen. Geld op zak, 60 euro. Uitgeven, 0. En hoe lang is hij al in het park? Even kijken. 6 minuten. Wauw. Wauw, ik denk dat ik sowieso deze aflevering de aangedreven mijntrein ga maken. In het boerenlandschap. Ja, nee, logisch. Oh, je mag niet schelden in de kerk. Nou, ik denk dat we moeten gaan kijken. Heeft het nu nut om een nieuwe achtbaan te gaan bouwen? Aangezien het aantal bezoekers wat we nu hebben. Ik denk dat als we 1000 bezoekers hebben, nut even om een achtbaan te gaan. Dus daar gaan we nu voor zorgen dat we het hebben. Oké, ik wacht alweer. En we moeten die pinapparaat hebben. Dan is het maar goed dat we dan de onderzoek naar 400 budget nemen. Want er gaat wel wat zijn. Ja, doe maar. Maximaal. Boosten die shit. Bommen het geld erin. Nee, niet zo, Ida. Type winkel / kraan. Voortgang ontwerpen. We wachten 10 oktober. Dat is veel te lang. Kun je gewoon naar de Rabobank bellen? Waarom Rabobank? Kom ons eens een bankapparaat lenen. Ja, ik kan ook wel wat meer bankjes neerzetten als je dat bedoelt, Ido. Kom, laten we gewoon een heel groot bank bouwen van muurtjes en dingetjes. Bezoekers klagen over de smerige voetpaden in die park. Ach, pork toch je eigen kots op. Je kunt hier bijna van de vloer eten. Op het zand van de zandpaden na, maar... Dat kun je ook wel eten. Je kunt ook wel zand gaan eten. Het schuurt wel de maag. Precies. Hey, het is beter dan bleek. Als je dat gaat drinken. Reinigt ook. Reinigt misschien iets te goed. Je kunt gewoon puur chloor drinken. Ja, kan ook. Is goed ontsmettend. Net zoals alcohol. Kom, laten we pure alcohol gaan drinken. Nee. Klak, 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 klak. Hoe lang zullen we dat volhouden? Nou. Voordat de eerste nokkie gaat. Nou, ik sowieso niet zo lang, denk ik. Maar jij bent gewoon het lichtste van ons alleen in de vriendengroep. Precies. Dat telt ook best wel mee. Jouw lichaamsgewicht. Nou. Nee. Echt waar? Nou. Nee. Hou op. Nou. Nee. Stop met liegen. Dat doe ik ja. You are a liar. And your pants are on fire. Fire. Wat? Mijn pet staat on fire. Nee, je broek is op vuur gezet. Wat? Dit weet ik niet. Mark, we hebben een kip nuggets kraam. Kan iemand hier zo'n geluidseffect van zo'n kind die loopt in reetjes het toetsenbord door het scherm heen met onder erwten? Nee.
Als er nou in die kipnuggetschool, godverdomme, zoveel tyfus geld zat, dan... Kopnuggets. Hè? Kopnuggets. Ja, zoiets. Kijk, en daarom zei ik dat ik die mijnachtbaan wil bouwen. Omdat je dan kunt mijnen naar goud. Maar wij... bitcoins minen. Kan ook. Maar ja, dat wil jij niet. Want dan wil je wel eerst wel die hebben. Zoek eens hebben. En ik weet niet waarom ik eigenlijk op mijn bureau slaap. Oké. Okay. Niet flippen, je bent geen flipcase. Nou, het gaat in ieder geval zo weer regelen. Dus dat zal betekenen dat er weer veel mensen... money gaan uitgeven. It's raining man, hallelujah. Ik wil kaas. Oh, ik ben een schoonmaker aan het verzuipen. Waarom ben je een schoonmaker aan het verzuipen? Ik klik de mis. Je hebt die schoonmakers nog wel langer nodig dan vandaag. Ja, als je dan met een... ik wil niet zeker weten of het heel lang... Maar... Hey, je zou het kunnen doen met een bezoeker. Dat is mijn advies, maar dat lijkt me ook niet echt zo'n goed idee. Sinds dat we die bezoekersaantallen nog best wel hard nodig hebben voor volgend jaar. Als ze toch geen geld hebben, maakt het uit. Jij wil gewoon dat er geld in het laadje komt. Maar het geld komt wel. Ja, vooral bij die achtbaan die 10 euro intree kost. Waar nu er iemand in zit bij mij omdat het regent. Ik heb bijna 5000 doekoes. Money. It's all funny. Kijk, ik zei het toch wel de vorige aflevering. Dat het iedere keer over money gaat. Poen. Precies. Nee, noem het money, maar wij noemen het poen. Nou, het is maar goed dat ik hier dubbel glas in heb zitten. Want als het enkel glas was, dan was het klak. Zo met die brilglaasjes, pats! Al die glassen even in je oog. Ah, mijn ogen! Maar dan heb je dus wel scherp zicht. Paf. Was die zo slecht? Mark? Ik heb even touw nodig, jongens! Help! Dit is wel heel erg. Nou, Mark wil ook even spammen. Ja, de ketengebruiker. Hij was wel goed bedacht, hij was wel origineel. Nee. Waarom niet? Omdat het niet ergens op slaat. Nu wel. Nou, ik ga gewoon die mijnattractie bouwen. Ja, met mijn geld zat. Ja, zorg ervoor dat de iTrain minimaal 15 euro kan zijn. Godsappen. Afzetter INQ. Afzetter IMT. Tot uw beschikking. Wat? Mark, is dat wat met kabellift? Nou, het probleem is, ik kan geen kabellift neerzetten. Ik denk dat het dan anders moet. Oh, ik weet hoe het deze werkt. Aangedreven mijnkant. Dat is altijd aangedreven. Ah, dat is wel erg gedreven, zeg. Weet je wat ook overdreven is? Mijn hoofd. Oké. En mijn grappen. dat zeker. Yay!
Mark, kom, we zitten erachter dat onze nieuwe winkel slash kraam wordt. Uh-oh. Op 9 maart. Een cake! Een koekwinkel, wat? Hoe komt er cake? Misschien omdat je gewoon graag space cake wil of zo. Nou, cake en koek is bijna hetzelfde. Allebei gemaakt van deeg. Het is toch zo? Dit is met hem gewoon geen geld meer. Roblox, de park van het land. Ik heb, godsamme, ik heb gewoon bij die ingang van het park, heb ik een schoonmaker neergezet. En wat zit hij te doen? Dadelijk zit hij gewoon heel de tijd zijn neus te vreten. En dan krijgen wij nu een prijs van Roblox, de park van het land. In ieder geval, we hebben een prijs gewonnen. Goed, die schoonmaker even in het water gooien om hem te laten verdrinken. Dat doet me denken aan Walibi. Ik was een keer bij Walibi. Zag je echt niet eens zo'n bezoeker, hè? Maar er was net met de cameraploeg waren ze. Waren ze net iets aan het opnemen en ik zie zo'n bezoeker zo... zo kotsen. Op de achtergrond. Heerlijk. Die mijntrein die wil niet heel snel op de hellingen zo te zien. Oh my god. Gaat soepeltjes! Ook heel langzaam foto's worden er gemaakt. Heerlijk! Nog niet beschikbaar. Gemiddeld. Oh. Dat valt te doen. Echt haar hoe hoog. Ja, wacht even. Hey, het gaat weer regenen. We hebben een cookiewinkel. Ik wil cookie! Ja, precies. Kijk eens, Mark, we hebben extra treintjes. Yay! Woehoe! Ode aan de treintjes, ode aan de treintjes. Wow, die gaat ook maar net goed, zie je dat? Ja. Minimum wachttijd, wat denk ik, 30 seconden of zo? Die gaat echt allemaal maar net goed gewoon. Zekers. Die achtbaan, die andere trein is helemaal daar, maar die andere al bij stad is. We moeten die bankautomaat hebben. Ja, en ik ga die lichtkant even verwijderen en ik stouw hem op, hè. Ik zet hem zo'n schoonmaakje neer. Hier kunnen we makkelijk 8, 9 euro. Zet je een paar bankjes neer? Ja. Die wachtrij tv hoeven niet, Mark, in zo'n korte wachtrij. Hoeft helemaal niet eens, is veel te kort. Hoe ik die attractie ook heb genoemd. Bitcoin digger, Bitcoin miner is het. Ja, ook goed. Maakt mij niet uit. Brrr. Ik ga nog 0 bezoekers zien. Oh, bij mij al wel wat. Ik kan Bitcoin Digger niet betalen. Steek me lek van de jullie kant. Maar hoe de fuck krijg je... Life. Echt, waarom hebben we nou... Ik snap het niet. Ik krijg hier spontaan de hoofdpijn van.
Nou, vertel, wat begrijp jij niet? Waarom de bezoekershoeveelheid zo laag gaat. Ik vond dat het zo smerig is overal. Nou ja, dan moet die schoonmakers even wat doen. Als je niet in de neus gaat vreten, anders verdrink ik tussen het daar doorheen. Dan gaat het een park met Erik nog harder omlaag. Ik heb een steen in mijn leven. Stone in mijn life. Staying life. Kijk uit mijn stones. Rest in peace voor de grappen. Nou, we gaan dus even voor zorgen dat wij meer mensen... Park, wacht maar. Marketing! Gratis blikje frisdrank. En je mag gratis een keer in de ontstoppen 2.0. Nou, oké, dan gaan we dan met mensen. Zie je het al komen? Ja. Steen in mijn life. Heb je een steen in je leven? Snap je wel? Snap je waar het naartoe gaat, reference? Staying alive, staying alive. Ja, stony my life, stony my life. Hoeveel bezoekers moesten we minimaal hebben? 600-700 of zo. 700? Oh, dat zou te doen moeten zijn, jongen. Ik heb geen keer te twijfelen. Ja, ik ook. Nou, moet je maar eens kijken of... We kunnen gewoon een interim bordje achterzetten van verboden toegang om eruit te gaan. Jij bent lullig. Zou je wel het aantal bezoekers? Nou, ze komen nu met flinke rijen binnen. Echt, volgens mij heb ik al 2 schoonmakers op dat ene stuk pad neergelegd waar al die kots ligt. En nog steeds wordt er niks gedaan. Waar zijn ze toch? Misschien een betere vraag. Waar hebben ze opgezet? Op welk stuk pad? Bij de ingang. Oh, die hebben net elke dag gehaald. Oh my god! Geen wonder dat onze parkwaardering zo laag was! Omdat daar gewoon letterlijk geen kost lag. Dat is het enige punt. Met mijn synchroniseren. En niet met je eigen client. Nou, in ieder geval wordt er nu eindelijk een keer schoongemaakt. Want je moet weten, de server heeft altijd gelijk. Maar het is altijd zo moeilijk. Om goed schoon te maken? Nee, om die schoonmakers niet te laten verdrinken. Bij ze is het laten verdrinken nu? Nee, tuurlijk niet. Gek. Nou, we hebben nog 200 bezoekers. Het is mogelijk. Oh, heel op tijd marketing. Exactly. Wij zijn nu ieder moment afgelopen, de marketing. Hé, hey, we hebben een roomijskraam gaan we krijgen. Geef mij die pindakaaspot. Met stukjes ananas. Nee. Na 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 na. Na 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 na. Ta 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 ta. 523 bezoekers zitten we al. Wij hebben nog wel 492, maar oké, dat maakt niet uit. Ze komen er wel hoor. Hou altijd, de server heeft gelijk. 7000 euro hebben we al hier. Steen in bijna 600.000, nee, 6000 pas. Nieuwe attractie is nu beschikbaar. Roomijskraam. Nou, maar in ieder geval... Ik wil geen roomijs, maar ik wil die lekkere floppen hebben. Ja, nee, dat kan. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Later!